Rolls-Royce Merlin. Oké, in dit Amerikaanse vliegtuig, de North American Mustang, staat dan wel een Packard motor, maar dat is een licentiebouw van die Merlin. Daar komt hij. Luister. En het fluitje dat u hoort, dat komt door de oliekoeler. Dat bakkie wat daar onder de romp zit, dat is de oliekoeler. Die olie wordt natuurlijk ongelooflijk heet. Want in de strijd wordt er eigenlijk voortdurend gevlogen met 3000 toeren. En in die cockpit, deze is redelijk ruim, zat dan een jongen van soms 20, soms 22, 23 jaar. Vaak een vrijwilliger. Iemand die naar Engeland certificatie en autorisatie voor rond heeft. En bestaat dus officieel Oostland International Airport. En om ons allemaal te kunnen laten meenemen van een huizenmooie absolute rustig. En zo vanaf andere vliegtuigen laat hij al zijn vrienden één keer per twee jaar komen op Pinksterdag. Tweede Pinksterdag, dat is volgend jaar in de Pinkster. Dan een groep gepassioneerde mensen die mij nodig. Niet alleen vliegen, die hebben nog een moment. Onder andere en zeker in het eerste stuk van onze open dagen show zal dat een hele belangrijke zijn. Want daar ziet u een aantal vliegtuigen die in de lucht worden gehouden door vrijwilligers. Zoals deze Mustang die enorm veel onderhoud eist. Die V12 motor, dat vreet onderhoud erop. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En gaat makkelijk wat stuk. Want die vliegtuigen waren alleen maar gebouwd om een paar maanden misschien. Nou, als je mazzel had 50 missies te vliegen boven vijandelijk gebied, maar dan waren ze meestal ook een stuk. En het was natuurlijk ook zo, toch in het teken van veiligheid. En alle vliegers, die moeten 's ochtends, voordat ze gaan vliegen. Dankjewel, Tom van der Meulen. Al die vliegers die zitten 's ochtends netjes in de klas hier aan de overkant in het briefingslokaal om te horen van alle betrokken instanties. Wat er van ze verwacht wordt, afgezien van gewoon veilig vliegen. Daar wordt verteld over het weer van vandaag. Nou, ik kan u vertellen, het wordt mooi weer vandaag.